Minister Mashanu Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu verzekerde het parlement gisteren dat bij de instelling van de Nationale Milieuautoriteit NMA er geen uitholling zal plaatsvinden. Dasai begrijpt dat enkele leden binnen het parlement vrezen voor de onafhankelijkheid van NMA. Echter wordt voorbijgegaan aan de wettelijke taken en bevoegdheden die in de wet zijn opgenomen. De bewindsman geeft aan dat bij het instellen van deze autoriteit het helemaal niet gaat om het faciliteren van mensen binnen de politiek. Het ministerie dient beleid uit te maken en verantwoording af te leggen aan het parlement en niet de autoriteit. Het gaat niet om faciliteren. Zoals eerder aangehaald, overal in de wereld hebben wij ministeries van Milieu. Er zal geen uitholling plaatsvinden. In de huidige wet is de NMA belast met zowel beleids- als uitvoeringstaken. Het onderhavig ontwerp brengt daar verandering in. Er wordt een evenwicht in taken en bevoegdheden opgenomen, zodat het een en ander beter spoort met de regeringsverantwoordelijkheden. De regering is de uitvoerende macht en niet een orgaan of autoriteit. Er is dus een bewuste keus gemaakt voor verdeling van de taken. De minister gaf verder ook aan dat er voorzieningen zijn voor de sturing van NMA. In de wet is er een structuur opgenomen waarbij er een raad van toezicht en een directie is. Deze structuur maakt volgens de bewindsman dat politieke inmenging heel moeilijk is in operationele zaken van de NMA. In de wijziging staat duidelijk hoe de opstelling van de raad van toezicht eruit moet zien. Het is dus niet alleen dat de leden van de overheid erin zitten, maar er is ook een gedragen RVT van verschillende sectoren, te weten het bedrijfsleven, met deskundigheid op het gebied van milieu en industrie, de Anton de Kom Universiteit met deskundigheid op het gebied van milieuwetenschap, de in stamverband levende Maron gemeenschappen met deskundigheid op het gebied van milieu en Maron gemeenschappen, de in stamverband levende inheemse gemeenschappen met deskundigheid op het gebied van milieu en inheemse gemeenschappen. Er is een duidelijke taakverdeling in beleid, strategisch niveau en uitvoering, operationeel niveau. De NMA is nog steeds belast met de technische uitvoering en MINROM is verantwoordelijk voor het beleid en zal daarvoor verantwoording moeten afleggen in de DNA. Minister Dasai benadrukt dat de zelfstandigheid van de NMA zit in de wettelijke toegekende taken en bevoegdheden waar niemand aan kan komen. De bewindsman sprak gisteren in de Nationale Assemblee tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende wijziging van de Milieuraamwet.